Welkom bij Carview, mijn naam is Wim Verlooy en vandaag staan we hier met de spiksplinternieuwe Audi Q2. Deze wagen is ons gegeven door Audi Verellen uit Geel en wij gaan kijken wat deze compacte SUV ons te bieden heeft. We gaan kijken of hij comfortabel is, maar dat hij ook een goed gevoel van rijden geeft. Alvast welkom en veel kijkplezier! De Audi Q2 is een volledig nieuw gezicht in de Audi-familie. Voor het exterieur is er gebruik gemaakt van scherpe lijnen met robuuste toetsen en ook moderne details zoals bijvoorbeeld full-led koplampen en achterlichten. Deze zorgen ervoor dat de Audi Q2 een unieke en herkenbare look krijgt. Persoonlijk ben ik ook een fan van de velgen en van de contrastkleuren die verkrijgbaar zijn voor de C-stijlen, of ook wel de blades genaamd. Ik ben net de Audi Q2 gaan ophalen bij Audi Verellen in Geel en hij geeft me meteen het gevoel van iets fris en iets nieuws. En dat is hij ook, want de Audi Q2 is een volledig nieuw model in het Audi-gamma en bij deze ook de kleinste SUV op de markt. Nu, klein is relatief, want binnenin geeft hij nou een goed gevoel van ruimte en ik had ook meteen het gevoel dat ik welkom was. Dat komt omdat de instap wat hoger is en de zetels op zoveel verschillende manieren aanpasbaar zijn dat je steeds comfortabel zal zitten. Je kan ook het stuur verstellen van hoogte en naar je toe trekken en over het algemeen is de zitpositie zeer goed, want je hebt een heel goed overzicht over de weg. Nu, ik voel ook meteen dat het een niet al te zware SUV is en dat is alvast zeer positief, want dat is toch wel een kwaaltje waar de meeste SUV's mee kampen. Veel gewicht. Maar deze weegt net iets rond de 1200 kilogram en dat voel je ook. En dat is alvast zeer veelbelovend op het gebied van rijprestaties. Binnenin voelt de Audi Q2 kwaliteitsvol en goed afgewerkt aan. Je vindt ook leuke details dat bij ons afwerkingsniveau horen, namelijk deze rode strips op het dashboard, aan de handvaten en hier onderaan. De zetels zijn ook een goede mix tussen rood en zwart en geven een leuk en jong gevoel en deze zit ook comfortabel en sluiten goed aan. Verder heeft hij ook alles wat je nodig hebt. Een goed en makkelijk navigatiesysteem, een goed geluidssysteem, namelijk het Audi Sound System, wat in mijn ogen echt wel een aanrader is, want voor een kleine meerprijs krijg je echt wel een heel goed geluidssysteem en je hebt ook CarPlay. Dit activeer je door de USB-kabel van je gsm in je gsm te steken en dan in de USB-poort hier vooraan te steken. Dan kan je via de Audi interface CarPlay selecteren en dan wordt je gsm op een makkelijke en handige manier volledig geïntegreerd in de wagen. Dit gebeurt natuurlijk op een zeer veilige manier. Over het algemeen voelt het dus aangenaam en is het een goede plek om te verblijven. Het stuur van de Audi Q2 ligt goed in de hand. Het is afgewerkt uit een zacht leder en alle knoppen hier vooraan en de cruise control hier achteraan zijn makkelijk te bedienen. Verder is onze wagen ook uitgerust met de Audi Virtual Cockpit. Dit wil zeggen dat de conventionele toerenteller en snelheidsmeter vervangen worden door één groot scherm. Hierop kan je dan bijvoorbeeld je volledige navigatiesysteem volgen, je kan ook de tellers wat groter maken, je kan je mobiele telefoon bedienen, je infotainment systeem bedienen of bijvoorbeeld de Adaptive Cruise Control bekijken. Verder vind je ook alle informatie van de wagen. Onze wagen heeft dan ook nog eens de Audi Heads-Up Display. Dit wil zeggen dat er een handig schermpje boven je stuur uitkomt waarop je bijvoorbeeld je kilometers per uur kan aflezen of hoe snel je in een bepaalde zone mag rijden. De Audi Q2 dat wij getest hebben was uitgerust met de 1400cc 4-in-lijn turbobenzinemotor van Audi. Deze motor levert een maximum vermogen van 150 pk en een maximum koppel van 250 Nm. Deze motor was ook gekoppeld aan de 7-traps Audi S-tronic automaat met dubbele koppeling en dit alles zorgt ervoor dat de Audi Q2 0 naar 100 doet in 8,5 seconden. Verder is deze motor ook uitgerust met cilinder on demand. Dit wil zeggen wanneer je niet veel motorvermogen vraagt, hij 2 cilinders zal uitschakelen. Hierdoor zal hij zijn verbruik zo laag mogelijk houden. Na nu al wat meer kilometers op de teller van de Audi Q2 gezet te hebben, zijn er toch wel enkele aspecten van het rijgedrag dat me echt opvallen. Bijvoorbeeld het lage gewicht, zoals ik eerder al zei, is echt wel een zeer belangrijke factor als je een sportief gevoel wil geven. En daar zijn ze in mijn ogen best wel goed in geslaagd. Zoals ik ook eerder zei, weegt hij rond de 1200 kilogram en dat is echt wel weinig voor een SUV. Je voelt ook wanneer je uit de bocht wil accelereren dat hij voldoende vermogen heeft, namelijk 150 pk, en dat hij vlot rijdt en ook weinig omrolt. Dit is omdat ze een goed compromis hebben gemaakt tussen een zachte en een harde ophanging. Zacht om nog steeds comfort te bieden, maar hard om toch wel wat rijplezier te geven. En dat is toch wel iets dat je niet in veel SUV's vindt, rijplezier. Want meestal voelen ze wat logger en wat zwaarder aan. Maar bij deze is het dus niet zo. Verder geeft hij ook een moeiteloos gevoel, want deze S-tronic schakelt naadloos, je zit goed en comfortabel en de geluidsdemping is zoals we gewoon zijn van Audi heel goed. Als passagier zal je achter in de Q2 ook een aangename ritbel hebben. De zetels zitten comfortabel en er is genoeg been- en hoofdruimte. Verder zijn er ook isofixpunten voor kinderzitjes voorzien, er komt ventilatie onder de zetels voor je, er zijn handige opbergvakken en je kan ook meegenieten van het geweldige Audi Sound System waarbij hier in de deurspeakers zitten en naast je hoofd. De Audi Q2 heeft een kofferinhoud van 405 liter. Als dat niet genoeg is, kan je ook de bodem van de koffer een beetje naar beneden leggen voor net dat ietsje meer. Je kan ook de zetels plat leggen en dan heb je een totale kofferinhoud van 1050 liter. De Audi Q2 heeft een heel arsenaal aan moderne snufjes. Hij heeft bijvoorbeeld full LED koplampen met bochtverlichting die ervoor zorgen dat je 's nachts moeiteloos kan rijden. Hij heeft ook Adaptive Cruise Control en dit wil zeggen dat het Cruise Control systeem rekening zal houden met de wagen die voor je rijdt en altijd een instelbare afstand van hem zal afblijven. Hij heeft ook nog Progressive Steering. Dit wil zeggen dat wanneer je stilstaat, je minder omwentelingen met het stuurwiel zal moeten doen voor eenzelfde stuurhoek dan dat je zal moeten doen als je op hoge snelheid aan het rijden bent. Dit zorgt voor een comfortabel gevoel als je bijvoorbeeld aan het manoeuvreren bent en ook voor een veilig gevoel als je op hoge snelheid aan het rijden bent. Na een weekend gereden te hebben met het nieuwste lid van de Audi-familie ben ik echt wel tevreden. Hij went snel, rijdt vlot en gemakkelijk en geeft ook rijplezier. Je merkt ook duidelijk het verschil tussen de Dynamic en de Comfortstand, want in de Dynamic stand wordt het stuur wat zwaarder en wordt de gasrespons ook iets gevoeliger. Nu, je kan ook nog deze S-tronic bak in sport zetten en dan zal hij ervoor zorgen dat hij altijd binnen het vermogensbereik blijft en dat je dus echt wel sportief kan rijden. Over het algemeen is het een wagen die een speciale rijervaring geeft, want hij voelt comfortabel aan, je zit wat hoger, maar de buitenafmetingen zijn niet zo enorm. Binnenin dan weer geeft hij een goed gevoel van ruimte, hij heeft voldoende plaats op de achterbank en in de koffer en doorheen de wagen vind je ook handige opbergvakjes. Dus over het algemeen is het toch wel een zeer goed doordacht model. Na een weekend met Audi's nieuwste model gereden te hebben, ben ik echt wel tevreden. Hij geeft een goed gevoel van rijden en geeft je ook vertrouwen in je eigen rijstijl. Hij geeft je een gevoel van ruimte en over het algemeen is hij ook gewoon leuk en comfortabel. Ik wil ook graag Audi Verellen uit Geel bedanken voor deze leuke testwagen. Wil u meer van ons zien, kan u altijd abonneren op ons YouTube kanaal of gewoon naar onze Facebookpagina gaan voor alle foto's van onze tests en fotoshoots te bekijken. Wil u misschien onze vorige test bekijken, kan u gewoon klikken op het vak op uw scherm. Alvast bedankt en tot de volgende keer.